Moet ik je helpen? Nee, even echt over me praten, wacht even. Oh my god. Ik word echt heel misselijk, jongens. Als ik iets te ranzig vind, is het snot. What up, people? Nou, welkom terug op mijn kanaal. Oh shit. Het gaat nu al mis. In ieder geval, mijn naam is Saintje Nutby. En vandaag ga ik een COVID zelftest doen. Omdat dit is nu gewoon verkrijgbaar in de winkels. En het wordt, ik weet niet, het nieuwe normaal. Wie weet het, wie zou het zeggen. Ik heb hem net in ieder geval gekocht. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit precies in zijn werk gaat. Het schijnt zo te zijn. Mocht ik zo meteen positief worden gevonden, dan moet je door naar het RIVM. Er ging een tijdje een beetje een gerucht of dat je misschien zo meteen een COVID-test moet kunnen laten zien voordat je een terrasje op moet. Of het nou wel of niet doorgaat. Ik weet het allemaal niet. Het enige wat ik weet is dat ik wel wil weten hoe dit in hemelsnaam werkt. Dat ga ik jullie laten zien. Dus ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. En ik zou zeggen, jongens, trek de handschoentjes maar aan en let's go! Oké, ik heb even snel gelezen wat ik allemaal moet doen. Ik hoop dat ik dit goed doe. Ik moet beginnen met mijn neus snuiten. Ik haat het om mijn neus te snuiten. Dus. Nou ja. Zoiets. Voelt gelijk niet chill. Oké, dat gaat weg. Dan hebben we hier zo de verpakking. Hier zit de test in. Je moet even de datum checken. Dat is wanneer het is gemaakt. Tot wanneer is het geldig? Ah, het is al 2022 geldig. Top. Ik maak hem open. En even kijken. Je moet trouwens ook je handen hebben gewassen en gedesinfecteerd. Nou, ik heb dus handschoentjes aan hiervoor. Er zit een test in. Dit lijkt een beetje op een zwangerschapstest eigenlijk. Nou, je ziet dus letters staan. Ik weet nog niet precies wat betekent. Maar ik heb zo'n vermoeden dat mocht je corona hebben, de C eruit komt. I don't know. Misschien betekent het wel controle. Nou, dat is eruit. Hier heb ik een potje met vloeistof. Dat zit ook erin. Geen idee wat voor vloeistof het is. Een trechtertje zit erbij. En een wattenstaaf. Nou, en deze wattenstaaf, daar moeten we dus mee beginnen. En dit vind ik wel een beetje spannend. Want ik moet de wattenstaaf zo meteen in mijn neus douwen. 2 centimeter diep en dan richting je keelholte duwen. Tot je weerstand voelt. En dan moet je 4 à 5 rondjes maken. En nu komt het erge. Hetzelfde wattenstokje, deze, moet je uit je neusgat houden en het andere neusgat indoen. Nou, dat vind ik een beetje een ranzig idee. Want als er iets meekomt mijn neus uit, mag het weer aan de andere kant erin. We gaan het meemaken. Oké, nou, dit is het wattenstokje. Je mag dus echt alleen aan het einde vasthouden. Oké, kantel uw hoofd een beetje naar achter. Steek het wattenstaafje eerst in de neusgat met het wattje aan de voorzijde. Oh my god, ik kan dit niet. Ah, ongeveer 2 centimeter naar voren. 1, 2, 3, 4. Joh, er zit snot aan. Daar moet ik aan die andere neusgat doen. Ik vind het niet leuk. Oeh, joh, ja, dit is hartstikke ranzig, jongens. Oké, nou, hier gaan we. Ik weet niet eens of ik diep genoeg ga. En die snot mag ik ook niet afhalen, zeker. Huh? Huh? Ik ben hier niet voor gemaakt. Oh, moet ik je helpen? Nee, even echt over me praten. Wacht even. Oh my god. Ik word echt heel misselijk, jongens. Als ik iets te ranzig vind, is het snot. Ik kan er niet heen. Het is niet diep genoeg. 2, 3. Godverdomme. Oh my god. Oké, top. Nou, ik heb het wattenstaafje. Oké, nu. Plaats het wattenstaafje in het buisje met de testvloeistof. Oh jongens, ik weet niet of ik dat allemaal goed doe hoor, maar het is toch zo disgusting. Ja, ik ben hier dus echt niet voor gemaakt. Nou, dit is het buisje met de testvloeistof. Die pak je erbij. Heb ik geopend. Die doe je erin. Je moet het knijpen. Knijpen in het buisje en dan goed rondduwen. Rondduwen. Rond. Ongeveer 10 keer herhaal je dit. En dan... Nou, als je dat dan hebt gedaan, dan haal je de wattenstok eruit. Het dopje, wat ik net zei, die doe je erop. Oh, dat moet andersom. Zo. Dan zit hier, zit dan jouw test in met het
dopje. Nou, pak de test erbij. En jongens, 4 druppels doen we erop. 1, 2, 3, 4. Ja, hij doet het, hij doet het. En nu is het dus wachten op het resultaat. Hij is langzaam, loopt hij nu vol. Even kijken wat er verder staat. Oké, jongens, dus zometeen als er een C uitkomt. De C waarvan ik dacht, als die C eruit komt, heb ik corona, is niet waar. Dus het is inderdaad controle. Als zometeen een C-lijn aanwezig is, betekent dat dat het goed is gegaan. Dat is de controlelijn. Oké, en als er een T-lijn komt, betekent dat je dus positief bent. Ook al is die lijn dus heel erg zwak. Nou jongens, we zijn nu dus aan het wachten. Wat gaat de test doen? Hij loopt nog. Ik moet het een beetje recht houden, anders... Tot nu toe zie ik alleen nog maar een C-lijn. Ik zie alleen nog maar iets bij controle. Maar hij loopt nog, hij loopt nog, hij loopt nog. Pam, 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 pam. Jongens, het is nu dus aan het lopen. Maar ik moet dus nu een stopwatch inzetten. Want na 15 tot 30 minuten is het resultaat hierop zichtbaar. En daarnaast mag je het niet na 30 minuten meer aflezen. Dus na 30 minuten is de test niet meer geldig. Dus wat er tussen een kwartier en 30 minuten op het resultaat gaat verschijnen, dat is mijn uitslag. En ik ga even snel de timer zetten. En ik ben zo bij jullie terug. A few moments later. Oké, jongens, het is een kwartiertje later. En ik kan je zeggen, zoals je ziet, staat er alleen een streepje bij de controle en niet bij de T. Dat betekent dat de test goed is uitgevoerd, dat het helemaal prima is gegaan. En dat er geen streepje staat bij de T, betekent dat ik corona-free ben voor 95% of ergens. Ik moet even precies opzoeken hoeveel procent dat is. Maar in ieder geval, ik heb dus geen corona. Het is echt super simpel en easy. Ik wil wel een tip geven, alsjeblieft sluit je neus goed van tevoren. Want het is zo vies als je je slot weer mee naar buiten deed en je andere neusgat erin moet. Ew. Ik weet niet even waarom ik hier zo uitgebreid over praat. Want dit is gewoon disgusting. Deze test was 5 euro. En die heb ik gekocht bij de Ethos. Nou, dus als je het even heel snel wil weten, dan kan je dat gewoon doen. Dus ja, ik denk wel dat het heel chill is. Toch voor als je bijvoorbeeld een melding krijgt met iemand in aanraking bent geweest die het heeft, dan kan je dit gewoon heel snel zelf even checken. Dit was de video voor vandaag. Heb jij ook al zo'n zelftest geprobeerd? Laat het me weten in de comments beneden. Of als je zegt van oké, ik wil een zelftest doen, maar ik vind het een beetje spannend. Laat het ook weten. Want als ik het kan, kan jij het ook. Dit was het weer voor vandaag. Vergeet niet te abonneren. Much loves van je girl, Sanji.